Binnenkort begint u als voorzitter van het Enschede-akkoord, een nieuwe raadscommissie. Zin in? Ja, absoluut. Ik ben natuurlijk zeer vereerd met dat de raad gisteren een besluit genomen heeft om mij in die functie te benoemen. Hartstikke mooi. Ik heb er ook ongelooflijk veel zin in, omdat ik ook denk van dat er ook echt wat te doen is in Enschede. En bewoners van deze stad die hebben heel veel te maken met het feit van dat er besluiten genomen worden waarvan ze soms het gevoel hebben, die worden maar over ons uitgestrooid, die besluiten. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als die burgers een rol krijgen in het beïnvloeden van die besluiten. Hoe gaat dat nu? In ieder geval dat raadsleden zich meer bewust zijn van datgene van wat er onder die bevolking leeft. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat zouden kunnen regelen. Het hoe, ja, daar moeten we echt nog even heel goed over nadenken. Daar heb je heel verschillende vormen voor om te komen tot een beeld van wat de inwoners van deze stad denken. En gaat het dan alleen om het gevoel hebben mee te mogen doen of ook om mee te beslissen wat we bijvoorbeeld met de vuurwerkdialoog hebben gezien? Ja, dat moeten we echt nog uitvinden met elkaar. Want uiteindelijk moet er een raad beslissen. Maar het zou verschrikkelijk mooi zijn als die raad beslist met terwijl ze weten wat die bevolking zegt. En dat die ook die burgers serieus neemt. Als je in eerste instantie die burger iets vraagt en die geeft een helder antwoord en vervolgens zeg je van nou fijn, dankjewel. En je doet er niks mee, ja, dan kun je beter morgen meteen stoppen, want dan gaat het niet werken. Dan vertrouwen mensen die politiek niet meer en dan gaat het niet werken. Dan kun je nog zo je best doen om ze erbij te betrekken. Gaat niet lukken.